Hoi, ik ben Stefan Groothuis en ik ben een voormalig topsporter. En inmiddels al heel wat jaren met heel veel plezier aan het werk in de bouw. Eerst als timmerman en nu als werkvoorbereider bij bouwbedrijf Heijmans. Ik heb in mijn leven meerdere malen last gehad van depressies en ik weet hoe ingewikkeld psychische klachten op de werkvloer kunnen zijn. Ben je er open over? Tegen wie en wanneer? En wat kan je er zelf aan doen en wat kan je werkgever doen? Heel veel vragen. En in deze serie ga ik in gesprek met werkgevers, ervaringsdeskundigen en experts om te onderzoeken wat de bouwstenen zijn voor een mentaal gezonde werkvloer. En we starten bij de wetenschap. We zijn hier vandaag bij de Universiteit van Tilburg, waar heel veel onderzoek gedaan wordt naar de relatie tussen werk en mentale gezondheid. We starten ons gesprek dan ook vandaag met onderzoekster Margot Joosen. Hey Margot. Hey Stefan. Hey, jij doet onderzoek naar hoe mensen gezond en bevlogen aan het werk kunnen blijven. Is dat überhaupt een eenduidig antwoord op te geven? Nou, eigenlijk is een one size fits all is eigenlijk gewoon niet haalbaar en niet wenselijk daarvoor. Dus eigenlijk wat daar vooral belangrijk is maatwerk. Want elk individu, elke persoon die werkt, die vinden verschillende dingen belangrijk in hun werk. En die hebben misschien ook wel andere dingen nodig om gezond en bevlogen aan het werk te blijven. Het is heel breed nog natuurlijk. Ja. Waar beginnen we überhaupt bij het begin van een werktraject? Ja, bij sollicitatie is het natuurlijk heel erg belangrijk dat je als persoon die komt solliciteren jezelf goed presenteert. Ja. En tegelijkertijd is er misschien ook wel een spanningsveld. Mm-hmm. Mensen kunnen ook wel eens kwetsbaarheden hebben. Zowel op het fysieke vlak, maar ook wel op het mentale vlak. Is het verstandig om open te zijn nou bij die sollicitatie? Nou, openheid, wel of niet, is een heel persoonlijke keuze. Maar we weten eigenlijk dat tijdens de sollicitatie je beter niet open kan zijn over je psychische kwetsbaarheden. En dat heeft als reden dat je die andere nog niet kent. En dat er nog geen vertrouwensrelatie is opgebouwd. Ik heb zelf de ervaring dan voor het eerst gesolliciteerd te hebben in mijn leven op mijn 40ste, 2 jaar geleden. En daarin heb ik er inderdaad toen voor gekozen om dat niet te vertellen. Ook wel een beetje omdat ik ervan uitging dat ze konden lezen in de media dat, dat ik hiermee te maken heb gehad. En ik vond het ook gewoon hartstikke spannend om daarover te beginnen. Later ben ik mezelf toch tegengekomen. Uiteindelijk ben ik daar dan open over geweest, heb ik dat daar gedeeld. En ik had toen het idee van misschien had ik het juist wel moeten vertellen bij de sollicitatie. En de reden daarvoor is dat ik denk dat ik daarmee misschien al wel eerder betere afspraken had kunnen maken. En beter dingen had kunnen inrichten. En een stukje werkdruk ook wat beter had kunnen reguleren. Ik snap wel, want dat is een van de grote voordelen van open zijn. Dat je hulp kan vragen en dat je eigenlijk aanpassingen in je werk kan krijgen die jij nodig hebt om goed te functioneren. En tegelijkertijd hoef je soms ook niet je diagnose te vertellen om die hulp te krijgen. Ja. We hebben zelf onderzoek gedaan onder een representatieve groep van leidinggevenden. En daar kwam uit dat 64% van die leidinggevenden liever geen mensen aanneemt met psychische problemen. En zelfs 1/3 geeft aan dat ze ook liever niet iemand aannemen die in het verleden psychische problemen heeft gehad. Dat geeft eigenlijk aan dat zelfs al ben je hersteld van die psychische problemen en functioneer je weer goed, dat er toch nog een label aanhangt, een stigma hangt en dat je mensen eigenlijk liever geen mensen hebben die klachten hebben of hebben gehad. Ja. En dat is eigenlijk heel erg zorgelijk. Ja. Het is heel zorgelijk voor mensen zelf, maar ook voor onze maatschappij. Ja. We weten dat bijna 50%, bijna de helft van de Nederlandse mensen ooit in hun leven een psychische klachten krijgen. Ja, die mensen die moeten ook gewoon blijven werken en blijven functioneren in de maatschappij. Dat is voor werkgevers als voor onze maatschappij heel belangrijk. Wat is dat stigma dan? Wat denken leidinggevenden dan? Dat ze niet goed functioneren, dat ze meer verzuimen. Maar ook dat ze een negatieve werksfeer veroorzaken. Nou, we weten ook dat leidinggevenden die deze zorgen hebben, zelf geen negatieve ervaring hebben met mensen met psychische problemen. En we weten ook dat er heel veel mensen met psychische problemen heel goed functioneren. Dus het is een beetje het onbekend maakt onbemind, dat geldt hier eigenlijk ook wel een beetje voor. Ja, er zit echt een gebrek aan kennis.
dilemma van ben je open of niet open in je werksituatie, dat is een heel reëel dilemma. Ja. En er zijn voor- en nadelen eigenlijk voor openheid. En voordelen zijn bijvoorbeeld dat je, als je deelt dat jij klachten hebt of beperkingen hebt, dat je ook wel de hulp kan krijgen die je eigenlijk nodig hebt om goed te functioneren in je werk. Een ander voordeel is dat je misschien ook wel begrip krijgt. Ja. En een derde heel belangrijke voordeel van openheid is dat je jezelf kan zijn. Er zijn ook nadelen. En die kunnen misschien wel belangrijker zijn voor mensen. En het zijn eigenlijk twee grote nadelen van openheid. Dat is stigma en discriminatie. En in de werksituatie kan dat zijn dat jij niet die baan krijgt, dat jij niet wordt aangenomen. Of dat jij niet die promotiekansen krijgt. Ja. Of dat jouw contract bijvoorbeeld niet wordt verlengd, omdat jouw werkgever weet dat jij kampt met psychische problemen. Het voelt als een padstelling tussen aan de ene kant dus niet delen en aan de andere kant de grote voordelen. Dat is inderdaad een dilemma. Ja. En wat wij uit ons eigen onderzoek ook weten is dat er niet, dat je niet kunt zeggen het is het beste om open te zijn of het is het beste om niet open te zijn. Wat wel heel belangrijk is, is dat jij zelf er goed over nadenkt wat voor jou belangrijk is. Bespreek dat ook weer met mensen die je vertrouwt en maak daar heel erg gerichte keuzes in. Kan het voor werkgever misschien ook juist wel een voordeel zijn als je een psychische kwetsbaarheid meebrengt? Ja, dat zou best kunnen. Dat is ook een fenomeen wat in de literatuur ook wordt beschreven, posttraumatische groei. Dat heeft te maken met dat als je een heftige gebeurtenis hebt meegemaakt, dat je misschien ook veel beter weet wat je belangrijk vindt in je leven, maar ook in je werk. Waar je eigen grenzen liggen, maar ook waar je kwaliteiten en je sterke punten liggen. En in die zin kan het misschien zelfs zo zijn dat je als werkgever minder risico loopt op uitval. Want ik had ook een vraag aan jou, want jij was natuurlijk schaatser en hebt de psychische problemen ervaren. Mm-hmm. Schaatsen was jouw werk. Mm-hmm. Hoe heeft dat, die psychische problemen, jouw werk eigenlijk beïnvloed? Nou, die psychische problemen die hebben mijn werk gek genoeg in positieve zin eigenlijk bijna uiteindelijk geholpen. En dat komt omdat ik op het moment dat ik die depressie meemaakte in 2011, zorgde het ervoor dat ik eigenlijk voor het eerst echt afstand van die sport durfde te nemen. En van dat continue bewijzen waar ik helemaal in vast in zat. En dat zorgde er eigenlijk voor dat ik voor het eerst weer een keer dat ik het schaatsen ook weer echt leuk begon te vinden. Het resultaat interesseerde me even echt, nou even best wel een lange tijd helemaal niks meer. Nee. Ik dacht van het zal best wel, ik moet zorgen dat het hier allemaal goed gaat. Een beetje paradoxaal natuurlijk, maar toen kwamen eigenlijk de resultaten alsnog weer en nog beter dan ooit daarvoor. Dus in zekere zin heeft die depressie geholpen. Maar ja, ik heb zelf ook altijd gezegd, dat klinkt misschien apart, maar dat ik uiteindelijk een wereldtitel en Olympische titel heb gewonnen. Gek genoeg is het niet waard geweest, nog steeds niet. Ik had het liever niet meegemaakt. Maar ik denk absoluut dat ik daar echt wel veel van geleerd heb. Uit de heel veel wetenschappelijke literatuur en ook ons eigen onderzoek weten we dat in de werksituatie leidinggevenden een cruciale rol spelen. Ja. Bij het herkennen van signalen van hun medewerkers. Ja. Maar ook voor het regelen en faciliteren van aanpassingen. Die zijn heel belangrijk voor het mentaal welzijn van hun medewerkers. Ja. Maar leidinggevenden of werkgevers die reageren ook vaak heel erg reactief. Mm-hmm. Komen pas in actie als er een probleem ontstaat. En waar we eigenlijk naartoe moeten is naar een proactieve houding. Dus veel meer in gesprek gaan voordat er problemen ontstaan. Ja. Daar is heel weinig aandacht voor. Over wat vind jij nu echt leuk in je werk? Wat is echt van waarde? En uiteindelijk gaat dat iets opleveren in de bevlogenheid van je mensen en in het verminderen van ziekteverzuim. Conclusie, wat we hier meenemen van de wetenschap is dat het heel belangrijk is dat je goed na blijft denken over met wie, wanneer je wat deelt. En ook wat de waarden voor jou zijn die heel belangrijk zijn. Dat klopt. Het is heel belangrijk en dat je vervolgens ook in gesprek blijft over wat je nodig hebt om goed te blijven functioneren. En dat is niet alleen belangrijk voor de medewerker, maar ook voor de werkgever. Want we weten dat mensen die werk doen dat echt waardevol voor hen is, dat de mensen zijn die zich mentaal gezonder voelen, beter functioneren en minder verzuimen. Super. Heel mooi. Dankjewel. Dankjewel. Leuk dat je er was. Ziens.